Het is Teddy. Lief hondje. Hij is in zijn oor gebeten. Hij, ja. Hij zit nu in zijn schaduw, Rut. Dan zie je hem zo slecht. Zijn kopje in de zon een beetje. Ja. Was hij meer in de zon. Hi, man. Een lievertje. Ja. Een lief hondje. Mooi hondje. Ja. Ja. Mag ik zo even bij de kat kijken? Het had zoveel prikkels als je net het asiel uitkomt. Dus dan gaan we dat eerst eventjes naar de rust. En dan op de terugweg zitten bij de ingang zit de kat. En dan gaan we zo even kijken. Hij zit in een druk park, maar hij vindt het goed. Hij zit in een heel druk park. Ja, ook dominante honden. Hij zit een beetje achteraan. Hij gaat niet vooraan bij iedereen staan. Hij staat niet eerste rij. Hij zit tweede rang, als het ware. Het kan nog slechter, derde rang kan ook. Oké, okay. Kom maar. Teddy. Goed zo. Ja, je weet nog niet dat je Teddy bent, hè? Ja. Is hij meer naar de onderdanige kant dan naar de onderdanige kant? Ja, eerder onderdanig. Vandaar de gaatjes in de oren. Ja, ja.